Ja, dames en heren, welkom bij deze nieuwe update video en vandaag gaan we het hebben over Custom Scenery. Ik wil je dus vertellen dat er een erg leuke update is gekomen vanuit de nieuwe blog van rollercoastertycoon.com. Ik kan je gaan melden dat Custom Scenery helemaal gaat terugkomen in de nieuwe Rollercoaster Tycoon World. En het bouwen wordt helemaal freeform. Dat betekent een beetje het bouwen zoals je in No Limits bent gewend. Bij het bouwen van een achtbaan betaal je niet meer per stukje van de baan, wat we gewend zijn uit deel 1, 2 en 3, maar je bouwt hem eerst in een sandbox-achtige editor. En dan kun je bepalen of je hem plaatst als je geld hebt, of later bijvoorbeeld als je het hebt opgespaard. Dat is dus een hele coole feature. En zo kan je dus ook eindeloos achtbanen maken, maar of je ze dan in je park kan zetten, ligt er maar aan hoeveel geld je hebt. Er komen drie soorten achtbanen: staal, hout en hangend. Dat zijn gewoon de type achtbaan, dus dat betekent niet dat je geen wingcoasters meer hebt ofzo en zo. Want je kunt alsnog verschillende soorten karren op elke baan plaatsen, waardoor het toch een hele andere soort achtbaan wordt. De nieuwe coaster builder is zo gemaakt dat je niet meer hoeft te bouwen volgens een grid, zoals dat was in Rollercoaster 3. Het enige wat op een grid staat is het station en verder kun je lekker je gang gaan en de coaster zo gek maken als je zelf wilt. Dit komt door het nieuwe systeem van bouwen, waarmee je met simpel door het slepen van je muis een kant op kan bouwen. Dit ken je waarschijnlijk al van No Limits. Dat is gewoon een voorbeeld natuurlijk, hè. No Limits kan je natuurlijk je eigen keuze maken welke kant je baan opgaat. Natuurlijk vinden niet alle mensen het fijn om te werken in deze 3D freeform tool. Daarom zijn ook de ouderwetse tools beschikbaar zoals je die al kent uit Rollercoaster 1, 2 en 3. Eigenlijk uit Rollercoaster 3, dat komt denk ik het dichtstbijzijnde van deze game. Zo hebben ze een systeem wat toegankelijk is voor zowel geavanceerde bouwers als beginnende bouwers. Het is ook weer bevestigd dat je lekker weer een onride kan maken in jouw gebouwde achtbaan. Dus stel je voor, je hebt zo'n prachtige coaster gemaakt, stap gelijk in het karretje en maak het zelf mee in first person view. Als laatst hebben we nog een hele mooie screen, namelijk deze screenshot is uitgekomen op de website. En zoals je ziet is het een nieuwe attractie die we hier zien met vuur. Het zijn dus twee schuren waardoor je dus als een hangende, een hangend karretje rondjes gaat draaien, om het zo te zeggen. En het vuur zal hoger opkomen zodat de bezoekers het een vrij enge trail ride gaan vinden. Nou, zoals je ziet ziet het grafisch er heel mooi uit. Je ziet ook dat de schaduwen fantastisch zijn. Ik vind het wel heel apart om de achtbaan te zien rechts, de houten achtbaan. Die loopt namelijk niet helemaal goed recht omhoog. Maar misschien is dat wel omdat diegene heeft gebouwd in die freeform mode om te editen. Ik hoop dat jullie een leuke informatieve video vonden. En volgende keer komen we gewoon weer terug met een nieuwe informatie over Rollercoaster Tycoon World. Dus blijf mijn kanaal checken, vergeet niet te subscriben in het midden van het beeld. En deze video te liken. En tot de volgende keer met Rollercoaster Tycoon World. Doei doei!